Hier gaat vanmorgen een rally van start. Het is een bijzondere rally. Kan je daar iets meer over vertellen? Dit is de Business Tour. Al 13 jaar lang organiseren we deze rally. Wij zijn gevestigd in Almelo, dus in Hengelo, Enschede gezeten en nu in Almelo. Dus Almelo's bedrijf. En vroeger was het de Business Tour Twente. We rijden altijd door Oost-Nederland, Duitsland en nou ja, kijk om je heen. Een 70-tal auto's doen hier aan mee. Juist. En met wie heb ik hier vanmorgen van doen? Mijn naam is Frank ten Bokum. Ik ben van B-Cause. B-Cause is de organisatie die dit al jarenlang organiseert. We doen heel veel rallies, heel veel andere evenementen ook, maar zeker ook heel veel rallies. 6 eigen rallies hebben we en ook dingen in opdracht van bedrijven. En we doen dat met een heel team, dus ik doe het zeker niet alleen. Heel veel mensen hier hard aan het werk nu om alles in gereedheid te brengen. En er is ook een goed doel aan verbonden. Kan je daar ook iets over zeggen? Ja, wij doen al die jaren iets voor een goed doel. We hebben al heel veel goede doelen gesteund in alle jaren. En sinds vorig jaar is er een nieuwe stichting opgericht, de Smiles Foundation. Dus om kinderen die in een bepaalde situatie qua gezondheid of thuissituatie zitten, om die een hele mooie dag te bezorgen. En dat is komend weekend voor de eerste keer. Dus heel veel van onze deelnemers zullen daar ook zijn met hun mooie auto. Of hebben een bijdrage in financiële zin geleverd. Om in Rosmalen die kinderen een onvergetelijke dag uit een gezinshuissituatie een mooie dag te bezorgen. En hoe laat gaan jullie van start vanmorgen? 9 uur. Dus wij gaan zometeen beginnen met de briefing. Gaan we alles even uitleggen, want sommige mensen zijn zeer ervaren. Maar er zijn heel veel mensen die het nog nooit gedaan hebben. Dus het is echt wel ingewikkeld. En ja, dan gaan we zometeen alles even uitleggen. En is er ook nog een prijs aan verbonden? Ja, eeuwige roem. Dat sowieso. Nee, geld valt er niet te verdienen. Je krijgt een mooi schildje. Ja, dit gaat om een leuke dag. Ik bedoel... Er zijn ook leuke prijzen te winnen. Dus wat dat betreft, ja, de mensen die meedoen zijn een beetje gevarieerd. Ik denk dat het grootste gedeelte, ik denk wel 80% is puur voor de gezelligheid. En 20% probeert ook echt wel gewoon de prijs in de wacht te slepen. Vandaag is natuurlijk mazzel dat het prachtig weer is en daar hopen we altijd op. En het lukt gelukkig heel vaak wel. We zitten altijd in deze tijd van het jaar. Ja, ik snapte dat het om de eer gaat, maar ik dacht een titel of zo. Nou, ze krijgen een mooie beker, een mooie schild, een fles champagne. En een mooie dag. Maar winnen vinden ze toch belangrijk. Het zijn allemaal ondernemers, dus dat zijn winnaars. Er rijdt heel veel modern spul mee. Heel veel Porsches. Maar ook ja, hele exotische oude auto's. De Elvis uit 1935 rijdt mee. Dus ja, mooie oude Amerikanen. Dus ik zou zeggen, laat de beelden spreken. Ik hoop dat het een hele mooie dag wordt. En dat ze vanavond om hoe laat terug zijn? Als het goed is, vanaf 5 uur ongeveer in de Lutte gaan we finishen. Maar de ervaring leert dat ze ook nog wel 6 uur, 6:30 binnenkomen druppelen. Maar ik adviseer altijd niet te laat, want dan mis je het leukste deel en dat is de borrel. Dus ik hoop op tijd. Mijn naam is Martijn. Het is een superleuk en gezellig evenement. Met veel leuke mensen. Ja, en de dagindeling is gewoon genieten. Lekker rijden. Mooi eten. Ja, gewoon een geweldig evenement. Ja, dan rijden we dus eigenlijk door Nederland. Meestal een stukje Oost-Nederland. En dan vandaag ook een stukje Duitsland daarbij. En wat ik heb begrepen is dat we afsluiten in de Lutte. Ik kom uit Broekland, tussen Deventer en Raalte. Ja, en hoe lang blijft deze installatie hier staan? Tot medio september. De hele zomer dus? De hele zomer, ja. Het moet eigenlijk voor zichzelf spreken, maar kunt u er iets over vertellen? Ja, normaal kan ik heel goed, heel uitgebreid vertellen over mijn werk. En bij dit werk vind ik het nou net iets lastiger, omdat het een vrij poëtisch werk is. Ik maak de laatste tijd heel veel geëngageerd werk over de natuur en het teloorgang van de insectenpopulatie. En dit werk spreekt eigenlijk heel erg voor zich. Je ziet een man, een vrouw en een kind zitten hier in de ruimte.
En ze zijn op twee verschillende manieren getekend. Ze draaien ook. En het gaat heel erg over onderlinge verhoudingen, over onderling contact en het elkaar raken. En hoe je elkaar kunt raken en de wens om door elkaar geraakt te worden, ook binnen een gezin. En ik heb het werk gemaakt in aanloop naar het feit dat ik een maand naar Noorwegen ga, naar een artsen residency. En dan voor het eerst ook lange tijd weg van mijn dochter. Dus het is eigenlijk heel persoonlijk intiem werk, maar het spreekt ook heel erg voor zichzelf. En het is ook heel grappig om te zien wat het doet hier op deze plek voor de rechtbank. Er waren van de week allemaal familiezaken en dan zie je allemaal ouders met kinderen naar buiten komen. En dan gaat het ook weer een link leggen met zijn omgeving en met de mensen die langslopen. Dus krijgt het uiteindelijk weer zijn eigen verhaal. En dat vind ik altijd heel erg belangrijk met kunst, dat iedereen zijn eigen verhaal ermee kan maken. Ik heb in Kampen gestudeerd. En ik heb nu sinds 2 jaar weer mijn atelier in Deventer. Ik ben eigenlijk na de academie in Overijssel blijven hangen, want ik kom uit Amersfoort. Steeds meer oostwaarts. Ja, dat klopt. En nu gaat u een maand naar Noorwegen, waar het mooi lang licht is overdag. Mooi lang licht en een stuk minder warm dan hier nu, denk ik. Want ik denk dat het nu een graad of 50 is in het kunsttorentje. Oké, ik wens u veel plezier in Noorwegen. Ja, dank u wel. Ik ga er aan het werk, dus ik hoop dat het mooi wordt. Oké, succes. Wel een reservelijst aan, een meverie afvragen. Ja, een reservelijst aanleggen voor vleringen. De worst. Waarom een reservelijst voor vleringen? Nou, de vleringen. De zomerschool is een activiteit van de ouderenbonden, gezamenlijke ouderenbonden, waarin we mensen boven de 50 jaar iets in de vakantie te doen geven, zodat ze die tijd rustig door kunnen komen. Dat mensen die dus niet op vakantie gaan, die kunnen bij ons terecht voor allerlei activiteiten. Het woord school wil dus zeggen dat we de mensen ook iets meer geven waar ze wat mee kunnen. Bijvoorbeeld, we gaan dus golven, midgetgolven. En dan proberen we de mensen ook, die dat niet kunnen, dat ze toch kunnen gaan midgetgolven. Hoeveel onderwerpen heeft u ongeveer? We hebben 20 onderwerpen in 2 weken tijd. En elke dag hebben we 2 onderwerpen. 'S Morgens beginnen we rustig. Dan kan dus bloemschikker zijn en werken met papier. En dan 's middags dan pakken we de fiets. En dan toeren we alle activiteiten rondom Almoor. Dan gaan we er rond. We gaan bijvoorbeeld met het waterschap. We gaan bijvoorbeeld de doorbraak. We gaan naar tuinen en noem maar op. Hoeveel deelnemers had u vorig jaar? We hebben nu dit jaar denk ik dat we zo rond de 500 inschrijvingen hebben. En dat is iets meer dan vorig jaar. Oké, succes. Ja. Juf Marleen van groep 1A. En wij hebben elke klas heeft een eigen dans ingestudeerd. Dat is onder begeleiding van een dansgroep uit Tilburg. En wij hebben de boerendans net opgevoerd. En die hebben we vanochtend ingestudeerd. Dat was erg leuk. Ik geloof dat jullie een heleboel hele bijzondere dansers in jullie midden hebben als ik hier achter me kijk. Ik denk dat jullie vanmiddag nog een tijdje doorgaan, hè? Ja, zeker. De voorstelling duurt dus is net begonnen en hij duurt tot 2 uur. Dus ik vind het ook heel leuk om te zien dat er zoveel ouders en bekenden zijn opkomen dagen om te komen kijken. Heel leuk. Het leeft dus wel. Dankjewel en ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben als de kinderen achter je. Oké, nou dankjewel. Ja.
Hier zijn we in de Gravenallee bij de voormalige dienstwoning van de rentmeester van Huize Almelo. Het staat op de monumentenlijst als beeldbepalend en karakteristiek onderdeel van de buitenplaats. Het is een van baksteen opgetrokken pand. Opgetrokken in eclectische stijl en dateert van omstreeks 1870. Het pand is gerestaureerd en ziet er statig uit. In 1932 kwam rentmeester Paul Rochmans hier wonen. Hij was de laatste rentmeester van Huize Almelo. Naar hem is het park aan de Hofstraat genoemd. Hij overleed in 1965. Later woonde voormalig burgemeester Schneiders hier. Tegenwoordig is het een regulier woonhuis. Vlak bij de ingang van Huize Almelo aan de Gravenallee staat een kasteelboerderij. De boerderij is een ontwerp van de bekende architect Jan Jans uit 1939. Het is een kop-romp type. Van dit type zijn er drie op het landgoed gebouwd. Deze boerderij staat aan de Gravenallee, maar net buiten de gracht rond het kasteel, maar wel in het zicht. De entree van de boerderij is een houten hek tussen pijlers van Bentheimer zandsteen. Opvallend netjes is de grote hoeveelheid gekloofd brandhout dat keurig netjes rondom de boerderij opgeslagen ligt.